Voor het eerst sinds de Korea-oorlog haalt een NAVO-land een Russisch toestel naar beneden. Turkse F-16's schieten een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht. Poetin is woedend, de NAVO is in spoedzitting bijeen. Verder in het nieuws vandaag. De dreiging blijft, maar Brussel probeert toch weer op gang te komen. En de daders van de Drentse roofmoorden krijgen allebei 30 jaar cel. Goedenavond. Een knallende ruzie tussen Turkije en Rusland. De Turkse luchtmacht schoot vanochtend een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht boven de Turk-Syrische grens. Het is sinds de Koreaoorlog niet gebeurd dat een NAVO-lid een Russisch vliegtuig naar beneden haalt. Een dolksteek in de rug, noemt president Poetin het. En Turkije riep meteen de NAVO bijeen. This is a serious situation. This is a situation which calls on that we all are prudent and that we all contribute to de-escalating the situation. We stand in solidarity with Turkey and support the territorial integrity of our NATO ally Turkey. Spanning dus tussen Rusland en Turkije. Straks onze correspondenten in Moskou, in Istanbul en in Washington. Maar eerst het strijdtoneel zelf. Boven het grensgebied van Syrië en Turkije gebeurt het dus vanochtend. Turkse gevechtsvliegtuigen halen een Russische jager neer. Even voor 8:30 vanmorgen. Turkse F-16's halen een Russisch gevechtsvliegtuig neer. Even later beelden van de piloten. Het lijkt erop dat ze zich met hun schietstoel in veiligheid kunnen brengen. Russische helikopters gaan direct naar hen op zoek, maar zonder succes. Syrische rebellen in het grensgebied zeggen dat ze de Russische piloten gedood hebben. In de lucht, toen ze nog aan hun parachute hingen. Omdat Rusland het regime van president Assad steunt. Ze hebben deze beelden verspreid. Of dat echt een van de piloten is, is niet duidelijk. Pilotlar öyle olarak ele geçirildi. İkisi de öyle. Nerede şimdi? İç taraftalar. Arkadaşlarımız onları getirecekler. Paraşütle atladıklarında ölü müydü? Tabii bizim arkadaşlarımızla havaya ateş açtılar. Açtık hepimiz. Havada öldüler hepsi. Uit deze Turkse kaart moet blijken dat het Russische vliegtuig ondanks 10 waarschuwingen door hun luchtruim is gevlogen. Maar het stukje is maar 2 kilometer breed. Dat betekent dat het vliegtuig nog geen 20 seconden het Turkse luchtruim heeft geschonden. President Poetin is woedend over het Turkse optreden. Hij zegt dat hij kan bewijzen dat het Russische toestel niet boven Turkije is geweest. En verwijt de Turken dat ze IS steunen. Onze военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. David-Jan Godfra in Moskou, om met jou te beginnen, David-Jan. Dat zijn hele harde woorden die Poetin gebruikt. Als je die hoort, dan denk je, waar kan dit toe gaan leiden? Ja, het zijn inderdaad hele grote woorden. En waar het toe kan leiden, dat weten we nog niet precies. De woordvoerder van Poetin heeft in ieder geval militaire vergelding van Rusland op Turkije uitgesloten. Dus dat kunnen we gevoeglijk in ieder geval voorlopig vergeten. En voor de rest hebben we een paar dingen gezien vandaag. Rusland heeft alle defensiecontracten opgeschort en de militaire samenwerking met Turkije op de lange baan geschoven. Dus dat is in ieder geval één ding. Verder heeft minister Lavrov van Buitenlandse Zaken gezegd dat Turkije voor Russische staatsburgers niet veilig is op dit moment vanwege vermeend terrorisme. En dat kan grote klappen toebrengen aan het toerisme in Turkije, dat voor een groot deel drijft op Russische toeristen. Dat waren er in 2014 maar liefst 4 miljoen. En verder moeten we afwachten wat er gebeurt. Er zijn nog weinig concrete maatregelen aangekondigd, maar je kan bijvoorbeeld denken ook aan energie. Russische leveranties van energie, gas en olie aan Turkije zijn belangrijk. En wat we in ieder geval ook gezien hebben, is dat een bezoek van minister Lavrov van Buitenlandse Zaken dus aan Turkije, dat voor morgen stond gepland, niet doorgaat. En president Erdogan, de Turkse president, zou eind december naar Rusland toekomen. En het lijkt me sterk dat dat bezoek doorgaat. Ja, door naar jou, Lucas, in Istanbul. Waarom hebben de Turken dit gedaan? Dat moeten ze toch hebben geweten hoe gevaarlijk dit kan zijn? Ja, in de eerste plaats omdat Turkije op dit moment wordt omgeven door een ring van vuur, zoals de premier het vanmiddag noemde.
Zo noemde hij de strijd rondom Turkije. En Turkije dus het volste recht heeft om zich te verdedigen op het moment dat zijn luchtruim op deze manier wordt geschonden. Maar er speelt natuurlijk wel meer mee. De Turken zijn het ook gewoon hartstikke zat wat Rusland op die plek in Syrië militair allemaal aan het doen is. Laten we elkaar niet voor de gek houden, zei president Erdogan vanavond. De Russen bombarderen daar IS helemaal niet. Ze bombarderen daar Turkmeense rebellen. En die doen daar goed werk, zegt Erdogan. Die vechten tegen het leger van president Assad. En die Turkmenen, zegt Erdogan, zijn ook nog eens is ook nog eens ons broedervolk. Dus het ligt allemaal ook nog eens gevoelig in Turkije. Turkije heeft vanochtend echt zijn chagrijn willen uiten over wat Rusland militair allemaal aan het doen is daar langs zijn grens. En vergeet ook niet, Turkije ziet zichzelf als een wereldmacht. Misschien wel meer dan wij ons soms realiseren. En wat doet een wereldmacht op het moment dat het op deze manier getart wordt langs zijn grenzen? Ook al is het door die andere wereldmacht, Rusland, ja, dan bijt het op een zeker moment keihard van zich af. En dat is wat Turkije vanochtend daar aan de grens met Syrië heeft gedaan. Oké, Lucas, dank je wel. Ja, de Russen nemen grote risico's met hun acties zo dicht tegen de Turkse grens, zegt president Obama, die vandaag de Franse president Hollande op bezoek heeft. Hollande zoekt steun voor een meer gezamenlijke aanpak tegen IS. Het zou helpen, zegt Obama, als ook de Russen meer energie zouden steken in die strijd tegen IS. I do think that this points to a ongoing problem with the Russian operations. In the sense that they are operating very close to a Turkish border and they are going after moderate opposition that are supported by not only Turkey but a wide range of countries. And if Russia is directing its energies towards Daesh and ISIL, some of those conflicts or potentials for mistakes or escalation are less likely to occur. Correspondent Arjen van der Horst in Washington. Arjen, je zou denken, bij de NAVO zijn ze er niet blij mee wat hier allemaal gebeurt. Maar Obama neemt het juist op voor de Turken. Die zegt ze mogen zich verdedigen. Ja, en zo zie je in zijn eerste reactie dat Obama voorzichtig toch de kant van NAVO-partner Turkije ziet. En hij volgt toch wel een beetje de woorden van Erdogan. Obama zegt, natuurlijk heeft Turkije het recht om zijn luchtruim te verdedigen. En het probleem is met de Russen, is dat ze te dicht bij de Turkse grens opereren. En dat komt omdat de Russen zich niet zozeer op IS-doelen richten, maar op andere anti-Assad groepen. Ja, en die zitten nu eenmaal een stuk dichter bij de Turkse grens. En ja, zo zegt Obama, dan krijg je dit soort problemen. Ja. Zei hij toen hij Hollande op bezoek had, de Franse president, die steun wil in de strijd tegen IS, krijgt hij die steun van de Amerikanen? Ja, natuurlijk, zou je bijna zeggen. Obama herhaalde dezelfde vage belofte die hij ook al vorige week maakte. Er komt een intensivering van de samenwerking tussen de Franse en Amerikaanse inlichtingendiensten. En Obama belooft er alles aan te doen om Frankrijk te helpen in de strijd tegen IS. Maar wat we vandaag vooral van Obama wilden horen, was over de rol van Rusland. Over een mogelijke alliantie met de Russen waar Hollande op aanstuurt. Nou, Obama houdt de deur wel op een kier. Natuurlijk, er is en kan een rol zijn voor Rusland in de strijd tegen IS. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij, er is al een internationale alliantie. Een alliantie heet Rusland, Iran en Assad. En zolang de Russen vast blijven houden aan Assad, ja, dan zien we geen enkele ruimte voor een mogelijke samenwerking met de Russen. En dus is er een hele belangrijke taak weggelegd voor president Hollande. Want die gaat donderdag naar Moskou voor overleg met Poetin. Ja, en die zal er Poetin van moeten overtuigen om mee te werken aan een politieke oplossing. Een oplossing waarbij er op termijn geen plek is voor Assad. Want alleen dan zijn de Amerikanen bereid om mee te werken aan een internationale alliantie met Rusland. Arjen, dankjewel. Ja, intussen zoeken de Belgen hier in Europa nog altijd naar de voortvluchtige Salah Abdeslam. En zolang ze die niet hebben, blijft het dreigingsniveau in Brussel hoog. Maar op veel plaatsen in de stad worden de veiligheidsmaatregelen toch langzaamaan bijgesteld. Morgen gaan de scholen weer open. Net als alle andere Brusselse scholen was ook deze lagere school in de buurt van Molenbeek gesloten. Ja, een school zonder kinderen is gewoon een heel rare situatie. Missen ook. De schoolleiding is zich aan het voorbereiden op de terugkeer van de kinderen morgen. En bedenkt hoe de ouders moeten worden geïnformeerd. In een sms kunnen we wel verwijzen nog eens naar de site. Terreurdreiging blijft, veel kinderen hier bij elkaar. Is dat niet angstig? Nee. Ik vind dan thuis zit je gewoon te wachten totdat er iets gebeurt en er gebeurt ook niks. En soms hoor je helikopters of zie je politie of het leger passeren. Dus ik heb eigenlijk liever dat mijn kinderen hier zitten.
En ik ben ervan overtuigd dat een school nog altijd een hele veilige omgeving is. Als de school open gaat, zal er de nodige politiebewaking zijn. Maar geeft dat een veilig gevoel? Ik denk dat iedereen ook wel een beetje beseft, als er iets moet gebeuren, of daar nu een politieagent voor de deur staat of niet, ik denk niet dat dat heel veel zal uitmaken. De leerkrachten zullen morgen wel de nodige vragen moeten beantwoorden van de kinderen. Wel, bij de jongsten zal het vooral een verhaal zijn van ja, er zijn boeven in Brussel die we proberen te pakken en het lukt niet, dus de deuren moesten allemaal dicht. Dat de school dicht was, heeft de broodjeszaak om de hoek ook gemerkt. De eigenaresse klaagt steen en been. Wij leven hier van 7 scholen en de scholen zijn dicht. Voor ons is dit hier echt rampzalig, is dit. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Maar ja, morgen gaan die scholen dus weer open. Terwijl volgens de autoriteiten aan dat dreigingsniveau niks veranderd is. Hè? Denken ze in België zelf ook niet. Hoe kan dat nou? Jazeker, maar de stad Brussel wil ook door natuurlijk. Veel ouders willen hun kinderen toch weer naar school gaan sturen. Winkels willen weer open. Veel Brusselaars die willen weer met de metro kunnen reizen. En dus geldt hier eigenlijk een soort hoogste alarmfase light. Met veel militairen op straat en 500 extra politieagenten die morgen voor scholen en voor metrostations zullen staan. De regering hoopt zo de veiligheid te kunnen garanderen. Maar er is geen garantie natuurlijk dat dat allemaal gaat lukken. Maar ja, die garantie hoorde je net ook al mensen zeggen, die kun je eigenlijk niet krijgen. En Brussel wil het openbare leven weer op gaan starten. Brussel, de stad, die wil echt weer door. Ja, en dat terwijl de man die ze willen hebben, de hoofdverdachte in deze zaak, die hebben ze nog steeds niet. Zijn ze hem nou eigenlijk op het spoor? Ze zeggen dat ze steeds dichterbij komen. Maar hij is nog steeds spoorloos. 11 dagen na die aanslagen natuurlijk. Kijk, de inlichtingendiensten zeggen, we zitten hem op de hielen. We hebben zelfs misschien al wel een schuilplaats ontdekt bij invallen afgelopen zondag. En zeggen de inlichtingendiensten, we zijn ervan overtuigd dat hij wordt gesteund door een zeer goed getrainde terreurcel. Want anders hadden we hem al lang gevonden, dan hadden we al lang een spoor van hem gehad. Nou, of dat verhaal van de inlichtingendiensten of dat klopt, ja, dat weet ik niet. Dat kunnen we ook niet controleren. We weten nu alleen dat er nu 5 mensen vastzitten verdacht van die aanslagen, van betrokkenheid bij die aanslagen in Parijs. En dat die ene hoofdverdachte, dat die na 11 dagen nog steeds spoorloos is. Ja. Joris in Brussel, dankjewel. En dan de zaak tegen de 2 broers die eerst een man vermoorden die zijn hond uitliet. En een paar maanden later een ouder echtpaar. Vermoord omdat de broers geld nodig hadden. 30 jaar cel kregen ze vanmiddag. En de oudste daarbovenop ook nog eens tbs. Geef me gewoon fucking levenslang, riep de oudste broer naar de rechters. Toen hij hoorde dat het 30 jaar en tbs werd. Ik heb het toch gedaan? Hij voelt de schuld heel erg op zich drukken. Dat hij altijd heeft geroepen, geef mij maar levenslang. Hij is zeer schuldbewust. Hij heeft dan ook 3 doden op zijn geweten, samen met zijn jongere broer, want ze hadden geld nodig. Ze beroofden een man die zijn hond uitliet en schoten hem dood. Een half jaar later wurgden ze een ouder echtpaar in hun huis. Toch legden de rechters hen geen levenslang op. Dat was wel de eis van het Openbaar Ministerie. Het komt erop neer dat een levenslang gestrafte toch nog wel enig perspectief op vrijlating ergens in de toekomst moet hebben. En in de Nederlandse praktijk, zo concludeert de rechtbank, is daarvan eigenlijk geen sprake. Want in Nederland betekent levenslang ook daadwerkelijk een leven lang achter de tralies. Er is wel een mogelijkheid om een gratieverzoek in te dienen, maar de laatste 30 jaar zijn al die verzoeken afgewezen. Wij zijn hier tevreden mee omdat wij 2 of 4 weken geleden hebben bepleit dat levenslang niet opgelegd zou moeten worden. Dat is een lange straf, al dan niet met tbs zou moeten zijn. En in die zin heeft de rechtbank ons gevolgd, dus ja, daar mag je denk ik tevreden mee zijn. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een eventueel hoger beroep. Ja, het systeem van gratie is een wassen neus, zegt Wim Anker. Want gratie wordt in de praktijk toch nooit verleend. Anker is advocaat van een van de broers. En volgens hem heeft de rechtbank in Assen zijn nek uitgestoken met deze uitspraak. Nederland is een van de weinige Europese landen waar levenslang ook letterlijk levenslang betekent. Volgens critici is dat onmenselijk om iemand alle toekomstperspectief te ontnemen. En dat vindt de rechtbank in Assen dus ook. En dat is een stevige uitspraak en een signaal richting politiek. Ik zou zeggen, politiek, kom in actie. En wat moet de politiek doen?
De advocatuur roept dit al 20 jaren. Het OM heeft 2 weken geleden in Groningen in een dubbele moord geen levenslang geëist op grond van dezelfde argumenten, maar 30 jaar. Nu komt er een rechtbank met een kritisch geluid. Nu de politiek. Ook de staatssecretaris van Justitie ziet in dat het huidige beleid niet veel langer houdbaar is. En daarom zijn ze bij het ministerie van Justitie aan het broeden op een humaner systeem om met levenslang gestraften om te gaan. In landen om ons heen wordt veel gebruik gemaakt van wat ze noemen tussentijdse toetsing. Dan kijken ze naar bijvoorbeeld 20 of 25 jaar of iemand nog langer vast moet blijven zitten. Een explosie in Tunesië in de buurt van een bus met leden van de presidentiële garde. Daarbij zijn zeker 12 doden gevallen en meer dan 10 gewonden. De bus reed in het centrum van de hoofdstad Tunis, in een straat waar veel banken en hoofdkantoren zijn gevestigd. Een Tunesische tv-zender zegt dat het gaat om deze bus. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk, maar de autoriteiten denken dat er een bom in de bus tot ontploffing is gebracht. De Tunesische regering spreekt van een terreurdaad. Oud-minister en oud-burgemeester Annemarie Jorritsma is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Ze volgt de opgestapte Loek Hermans op. De fractievoorzitter in de Senaat speelt binnen de VVD een belangrijke rol, omdat de compromissen die Rutte sluit met de PvdA ook daar overeind moeten blijven. Jorritsma is niet van plan veel te veranderen. We zijn wel de Eerste Kamerfractie op zich niet gebonden aan het regeerakkoord. En tegelijkertijd realiseert volgens mij de hele fractie zich ook dat we er wel een verantwoordelijkheid bij hebben. Het aantal kinderen dat leeft in een bijstandsgezin is voor het 6e achtereenvolgende jaar gestegen. Het zijn nu 220.000 kinderen, zegt het CBS. Kinderen kunnen door geldgebrek soms niet meedoen aan activiteiten buiten de deur, zoals sporten of muziekles. Acteur Maarten Heijmans heeft in New York een internationale Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn rol als Ramses Shaffi in de tv-serie Ramses. Maarten Heijmans won voor die rol vorig jaar ook al een gouden kalf. Dat komt bijna nooit voor. De leider van een regeringspartij maakt samen met de leider van een oppositiepartij een nieuwe wet. En toch is dat wat er gebeurt. Diederik Samson en Jesse Klaver vinden dat er veel meer moet gebeuren aan het klimaat. Ze willen een speciale klimaatwet waarin precies vast ligt wat het kabinet allemaal moet doen voor het milieu. En een kleine meerderheid in de Kamer lijkt er wel voor te voelen. De milieudiscussie is in Den Haag volop losgebarsten, want volgende week is de grote VN-klimaatconferentie in Parijs. Oppositiepartij GroenLinks en regeringspartij PvdA hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Nederland zou in Parijs het goede voorbeeld moeten geven met een heuse klimaatwet. Met Prinsjesdag gaat het eigenlijk alleen maar over de centen en nooit over het klimaat en hoeveel we vervuilen. Nou, met een klimaatbegroting zorg je ervoor dat er een maximum komt aan wat je aan het milieu mag vervuilen. En dat betekent dat je kabinet dwingt om keuzes te maken. Wat staat er dan in die begroting? Hoeveel CO2 je mag uitstoten, maar misschien nog wel belangrijker wat je daarvoor dan ook gaat doen. En dat betekent dus zoveel zonnepanelen neerleggen, zoveel windmolens neerzetten, zoveel huizen isoleren. Die daden moeten dan volgen op die begroting. Nederland verlaagt de uitstoot van CO2 de komende jaren al fors. In de zogenoemde klimaatzaak van Urgenda bepaalde de rechter dat de uitstoot met 25% moet dalen in 2020. De EU-doelstelling gaat nog verder, 40% in 2030. GroenLinks en de PvdA willen nu wettelijk vastleggen dat er uiteindelijk in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitgestoten worden. Is dat niet al te ambitieus? Het is nodig. Die wet die zal waarschijnlijk leiden tot een nog hogere rekening, energierekening door de burgers te betalen. En ook de bedrijven zullen daar veel last van hebben. Dus dat zal eerder banen kosten, geld kosten, dan dat het wat zal opleveren. En Nederland doet al zoveel, menen critici. En bovendien kunnen we niet in ons eentje het milieu redden. Nou, als we in Nederland meer gaan doen dan de rest van de wereld, dan zal het eindresultaat zijn dat bijvoorbeeld bedrijven gaan verdwijnen. Die gaan naar andere landen, waar ze meestal milieu-onvriendelijker gaan produceren. En dan is het resultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer. Een wet die CO2-reductie vastlegt, alleen voor Nederland, gaat niet werken. Waarom gaan we naar Parijs met z'n allen? Om juist te voorkomen dat ieder land zijn eigen wetje gaat maken. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet op de klimaattop in Parijs. Premier Rutte zal maandag al spreken op die klimaattop. Wat hij daar gaat zeggen hangt dus af van de uitkomst van het debat van vanavond. Er is een nieuwe concurrent voor de trein. Het Duitse bedrijf Flixbus begint volgende maand met lijndiensten tussen Nederlandse steden.
Misschien heeft u ze al eens gezien, de gifgroene Flixbussen. Want ze rijden nu al op internationale routes, zoals deze, naar Parijs. Het scheelde wel een hele hoop, hoor, met de vliegtickets. Vooral omdat ik een vrij last minute heb geboekt. Maar nu gaan ze ook tussen Nederlandse steden rijden. Bijvoorbeeld 8 keer per dag tussen Rotterdam en Nijmegen en 4 keer tussen Eindhoven en Groningen. De ticketprijzen liggen een stuk lager dan die van de trein. Flixbus moest de provincies eerst toestemming vragen, want je mag niet zomaar openbaar vervoer aanbieden in Nederland. Of course, it took us a lot of work. We accept all laws which are given and we try to work in them and very cooperatively with the authorities. And now we've got concessions for our first lines and we are happy to start next week. Als het aanslaat wil Flixbus het aantal routes uitbreiden. Het bedrijf zegt vaak sneller te zijn dan de trein. Maar dan moet je niet in de file terechtkomen. Want Flixbussen mogen dan, in tegenstelling tot veel andere bussen, niet de vluchtstrook op. Ja, NS wil voor de Kamer niks zeggen over de komst van de concurrent. Maar ze hopen dat de bussen vooral nieuwe reizigers aantrekken en een aanvulling worden op de treinen. Niet zo gek, dus geen directe concurrent. Ja, een vertrouwd beeld, bankje in het bos. Maar als je dat bij wil houden, kost dat wel geld. Tot nu toe mochten ze bij Staatsbosbeheer daar geen geld voor vragen aan particulieren. Dat is anders vanaf nu. Bankjes, hangbruggen, alles waar de boswachter niet aan toe komt. Staatsbosbeheer mag donateurs gaan werven. Hey Johan! Nou, prima. Mooi geworden, hè? Ja, fantastisch. De oude haven bij Kuinderen, vroeger aan de rand van de Zuiderzee. Ja, dan volgt jij die kant nog. Die kant. Het gebied is nu van Staatsbosbeheer, de natuur, maar ook de 2 oude lichtwachtershuisjes. Geld om de boel op te knappen was er niet. Maar nu mogen ze geld van particulieren aannemen. Een van de eerste die geld stortte is Johan Visser. Omdat ik het belangrijk vind dat de natuur in een woongebied dat in stand blijft. En het culturele erfgoed wat daarin voorkomt of wat daar aan ligt, dat in oude glorie hersteld kan worden. Het zijn vooral dit soort projecten waar Staatsbosbeheer geld voor zoekt. De overheid subsidieert nog steeds het natuurbehoud in Nederland, het natuurbeheer. Dus daar zijn we niet zozeer naar op zoek, maar juist voor de recreatieve objecten, educatie, cultuurhistorie. Want daar is fors op ingeleverd en dat willen we als Staatsbosbeheer heel graag in stand houden. 1 lichtwachtershuisje is al hersteld en de volgende die is aan de beurt straks. Van uw geld? Ja, ja, heel mooi. Ja, in de regen Gerrit, het viel niet mee. Nee, ik had ook echt medelijden hoor, vandaag met mensen die buiten moesten werken of die op de fiets door het slechte weer moesten. Koud was het, met de regen erbij. Het was een echte overgangsdag vandaag. Want ja, vanuit het westen komt een front over, dat is nu aan het passeren. En daarachter zit wat zachtere lucht. En ja, dit was het beeld voor vandaag met die grijze regenluchten. Dit was dan in Zeeland, maar dat was natuurlijk eigenlijk overal zo. Nou, hier komt de verandering aan. Er komt wat zachtere lucht vanuit het noordwesten onze kant op. Dat is lucht die afkomstig is van de oceaan. Vandaar dat die wat zachter is en die verdrijft de koude lucht wat verder Europa in. En dat gaat natuurlijk vergezeld van regen en ook natte sneeuw wat we vandaag hebben gehad. En daarachter zitten allemaal buien. Nou, die kunnen we ook zien aankomen. Daar hebben we dan morgen mee te maken. Die buien zullen vooral 's ochtends aanwezig zijn. In de middag denk ik wat meer opklaringen. Maar die buien zullen er ook voor zorgen dat er in het Alpengebied, vooral de Franse Alpen, ook flink wat sneeuw gaat vallen. En in het Middellandse Zeegebied, daar wordt het gewoon slecht weer. Daar is het trouwens ook al niet al te best. Maar de temperaturen gaan daar naar beneden. Slechts 11 graden in Rome bijvoorbeeld. 16 graden in Barcelona. Dus ja, het weer wat wij hadden, dat komt een beetje daar terecht. En bij ons wordt het juist weer wat zachter. Nou, die overgang die is heel goed te zien op de radar. Want inmiddels trekken de buien het land binnen. Achter de regen die hier aan het verdwijnen is. En ja, dan hebben we temperaturen die eigenlijk de waarde hebben. De minimumtemperaturen, de waarde van nu. In de loop van de nacht zullen ze geleidelijk wat gaan oplopen door de zachtere lucht die vanuit het westen binnenkomt. 3 graden in het binnenland, 8 graden aan zee. Dat zijn de temperaturen die daar nu al heersen. Een enkele bui kan er vannacht vallen. Ook morgen hebben we overdag met buien te maken. De meeste buien zullen 's ochtends overtrekken. In de middag zal er wat meer zon zijn tussen de buien in. Het zal niet helemaal droog worden. En daarbij zal de wind ook wat minder zijn. Windkracht 5, misschien 6 aan de kust. In het binnenland windkracht 3 à 4. Temperatuur zo'n 7 tot 9 graden. Nou, na morgen dan is het nog een paar dagen wat droger. Wel wolkenvelden, 7, 8 graden is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar. Maar in het weekend opnieuw buien. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws.
Turkije schiet een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht. President Poetin is woedend. De NAVO is in spoedzitting bijeengekomen. En dan nog een laatste bericht. In de Noord-Franse stad Roubaix, aan de grens met België, is een grote politieactie bezig, melden Franse media. Er zou een gijzeling gaande zijn. Er is geschoten rond een pension. Er zouden meerdere gewonden zijn gevallen. De wijk is afgezet. Het is onduidelijk of het iets met de terreurdreiging te maken heeft. Meer erover natuurlijk in Nieuwsuur, straks om 10:00, NPO 2. Goedenavond.